Ik had inderdaad een aantal dagen vrij. Ja, leek wel een mini-vakantie. Voelde ja, natuurlijk niet goed, voelde niet als vakantie. Want je wist dat je een soort van buiten de selectie bent gezet. Wat vervelend is als je wil voetballen. Maar ja, wel voor mezelf getraind. Dus al met al was het wel oké. Okay. Want wanneer riep Mitchell van der Gaag jou bij je en zei van Mitchell of Leroy, dit gaat niet goed? Ja, dat was na een akkefietje. Ja, toen heb ik met hem gesproken. Daar was de assistent-trainer ook bij. En ja, toen hebben we het erover gehad. En ja, zeg maar donderdag, dus de donderdag voor Roda, had de trainer aangegeven dat ik er het weekend niet bij zou zijn en dat ik met Ferry moest praten. Dus toen ging het zeg maar in werking. Maar dat was dus al voor Roda, niet voor Groningen. Sorry, Groningen, sorry. Groningen, ja. Geeft niks. Groningen, inderdaad. Want wat was het akkefietje? Wat had je gedaan? Nou, daar wil ik niet over praten. Ja, is wat gebeurd. Er zijn wat dingen gebeurd die. Natuurlijk, als je op de bank zit en je komt hierheen vanaf Ajax. Dan ja, verwacht je niet per se dat je alles speelt. Maar je hoopt wel genoeg minuten te maken om je te ontwikkelen. En ja, de laatste tijd heb ik heel weinig gespeeld. Veel wedstrijden in de tweede, maar. Ik denk niet dat dat mijn niveau is. Ik wil gewoon spelen in de Eredivisie. En ja, als je dat dan niet kan of je krijgt weinig minuten, dan vind je dat jammer en dan ben je gefrustreerd. En dan af en toe gebeuren er dingen die daar niet bij horen. Ja, ik heb het gedaan, ik heb ervan geleerd en ja, nu gewoon weer verder en ben ik weer bij de groep. Want je vond het wel terecht dat je eventjes op het matje geroepen werd. Ja, er zijn de meningen over verdeeld. Niet dus. Dat zeg ik niet. Dat heb ik niet gezegd. Terecht, onterecht, het is gebeurd. Ik heb ervan geleerd. Ik weet in ieder geval dat een aantal dingen of ja, iets wat gebeurd is, dat was niet goed. Ja, daar kan je voor op het matje geroepen worden en dat is dus gebeurd. En ja, hier heb ik van geleerd. Streep eronder en weer door naar de volgende wedstrijd. Inderdaad. Thuis hier tegen FC Twente. Zit je dan ook op de bank thuis te kijken naar de wedstrijd tegen Groningen om je ploeggenoten aan te moedigen? Of denk ik, hoef er even niks mee te maken te hebben? Nee, wel. We hebben een hele leuke groep. Veel jongens die ik gewoon echt grappig vind en waar ik het goed mee kan vinden. Dus ja, ik lag op bed en keek Fox vanuit mijn kamer. En ik viel tijdens de wedstrijd heel even in slaap. Toen werd ik wakker net voor de goal van Anwar. Ik zag dat Anwar erin kwam en dat hij die goal heel mooi maakte. En ja, dat was wel even leuk. Ja, tuurlijk. En dan dacht je van, volgende week moet ik er weer bij zijn. Ja, toen dacht ik wel van, daar wil ik ook staan of ik wil daar ook spelen nu. En ja, dus nu train ik weer hard om erbij te zijn. De wedstrijd tegen FC Twente, daar heb jij goede herinneringen aan, hè? Ja, klopt. Dat was mijn eerste wedstrijd, debuutwedstrijd. Ja, toch wel een goede wedstrijd gespeeld, gescoord ook. Dus daar heb ik wel mooie herinneringen aan, ja. Want het was een mooie paas van Luigi Bruins op jou. Dat is een hele mooie paas, ja. Deed je dat nou echt bewust met je binnenkant zo verre hoek? Ja, ik kan wel redelijk goed aanvallen. Dus op dat soort momenten weet ik wel een beetje wat ik moet doen. Ik ben natuurlijk geen spits, maar ja, ik zag zeg maar dat de bal aankwam en dat als ik hem nu heel snel erlang speel, dan moet hij zitten. Want Marsman stond en hij moet dan heel laag gaan. Dus dan, ja. Maar het was maar een klein hoekje wat je had. Het was een klein hoekje. Het was goed. Ja, laten we zeggen dat het een beetje geluk was. Dat moet je nooit toegeven. Ja, daarna heb jij een tijd wel gespeeld als linksback. Als linksback, en daarna een tijd weer helemaal niet in beeld geweest als rechtsback of als linksback. Ja, je zegt zelf al, dat is eigenlijk een moeilijke periode voor mij geweest. Want toen ik bij Ajax vandaan kwam, dacht ik wel hier te gaan spelen. Dat is wel wat je denkt, ja. Praktijk is anders gebleken. Ik moet zeggen dat we wel een hele goede selectie hebben. Een brede selectie met veel goede spelers. Zitten zelfs jongens in de reserve die. Ja, waarvan ik vind, die kunnen makkelijk in de Eredivisie mee. Dus dat zegt wel iets over ons team. En ja, iedereen moet gewoon vechten voor zijn plekje. En ook ik dus. En ik hoop binnenkort wat meer minuten te maken. Heel veel succes met het bereiken daarvan. Dank u wel.